COVID-19 moet geen reden zijn voor artiesten om op te geven. Dit zei zangeres Nisha Madaren vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Madaren geeft toe dat COVID-19 veel uitdagingen met zich meebrengt. Echter vindt ze dat deze periode ook veel mogelijkheden biedt. De zangeres die nu haar zangcarrière op een laag pitje houdt en zich focust op haar rechtenstudie en haar studie aan het conservatorium, roept collega-artiesten op gebruik te maken van deze tijd. Sowieso niet opgeven en je kan online tegenwoordig. Zie het nu als de tijd om een beetje zang of muziek te gaan studeren. Je kan online zoveel dingen leren. En aan de andere kant wat inkomsten betreft zou ik zeggen van we hebben zoveel online streaming platformen. Kijk naar onze eigen Trackdrip en je hebt verder ook Spotify, TuneCore. Ik bedoel, zet je liederen daar en dan ja, als mensen van daaruit luisteren en downloaden, dan verdien je ook wel wat. Ik moet wel zeggen dat ik deze periode wel wat afspraken heb met andere artiesten die iets samen willen doen. Surinaamse of Nederlandse? Surinaams. Okay. En we zijn al zo'n beetje bezig, maar ik doe het rustig aan. Verder zei Madaren dat er altijd ontwikkelingen zijn in de muziek. Daarom vindt ze het belangrijk daarin te blijven. In haar studie aan het conservatorium doet ze echter niet alleen zang. Muziek is oneindig en je blijft doorleren. Vandaar dat ik ook ben gestart met het conservatorium na 4 jaren Indian Classical Music. Maar dat blijf ik ook doordoen thuis. Ik heb daar als hoofdvak zang en als bijvak piano. Oké, okay, dus je gaat piano doen en zang, instrument bespelen en ook zingen. Ja, ik heb intussen eigenlijk al een jaar leer ik privé gitaar spelen. Mm-hmm. Dus piano is dus nieuw voor me. Dus multi-getalenteerd? Dat niet. Ik denk dat iedereen wel kan leren als je wil leren. Ja. Dan kan je van alles leren. Zangeres Nisha Madaren. Ze sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.